We zijn natuurlijk al een aantal dagen bezig met Fortnite Chapter 2 Season 1. En in deze video gaan wij weer lekker praten over dit seizoen. Wat wij ervan vinden en wat er gaat komen. En ja, er zitten een aantal heftige onderwerpen tussen. Dus stay tuned als jullie nog eventjes een duimpje omhoog willen doen. Dat zou extra helpen bij deze video. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. En ja, zakt veel vraag. Zakt veel ja. vraag. Laat ik maar gelijk gaan beginnen. Ik bedoel, hoe is Chapter 2 tot nu toe en wat vinden we ervan? Oeh, ik ben wel hyped voor deze video. Laat ik dat eerst even zeggen. Ik vond deze video vind ik echt heel tof om te maken. Maar Chapter 2, ja, de nieuwe map. Wat vinden we daarvan? Nou, ik vind het persoonlijk ziek. Ik vind het echt een hele... Map. Ja, de map is... Ja, zoals Chapter 2 vind ik heel vet. Misschien wel het beste seizoen 11 ooit. Seizoen 11, want zo zou je het ook kunnen noemen. Maar de nieuwe map, ja, ik vind hem gewoon mooi. Ik vind hem vernieuwend. Ik vind hem gewoon strak gedesigned. Ziet er goed uit, goed over nagedacht. Ja, ik heb er niks negatiefs over te zeggen. Jij dan? Ja, de map is inderdaad heel erg mooi. De kleuren zijn veel mooier, vind ik. En de oude map was natuurlijk één grote chaos. Dus het werd ook wel tijd voor een nieuwe map. Maar als we eens een kijkje gaan nemen naar de gameplay... want daar gaat het uiteindelijk wel echt om. Ik bedoel, de playstyle, hoe is die? Ik bedoel, als je gaat kijken naar de FPS in het begin op de PC... het was echt vreselijk. Het was gewoon niet te spelen. Ik heb letterlijk de eerste week à twee weken... niet gespeeld. Omdat de FPS zo slecht was. Dat was next level. Dus ja, dat vond ik aan de ene kant wel jammer. Op de console was het volgens mij wel beter. De ene ervaarde het ook erger dan de ander. Maar op PC was het gewoon niet al te best. Maar ja, als we gaan kijken naar de weapon pool... Ja. Ook niet al te best naar mijn mening. Ja, ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik vind het niet vervelend. Het is heel duidelijk dat ze een fresh start willen hebben met de weapon pool. Dus je hebt nu letterlijk, maar ik kan alle wapens opnoemen. Je hebt de RPG, je hebt de sniper, je hebt de SMG. Je hebt de twee shotguns en je hebt de twee AR's en eigenlijk en nog een pistool. Dat zijn eigenlijk de enige dingen die je hebt. En hiervoor hadden we misschien wel 20 verschillende items die je kon gebruiken. En ook wapens. Dus ik vind het op zich wel... beter. Maar ik ben heel benieuwd waar ze nu naartoe gaan. Ja, ik vind het helemaal niet beter. Er is veel te weinig. Er is geen... bijvoorbeeld als ik kijk naar mobility items, zijn er helemaal niet. Er zijn enkel alleen de standaard wapens die we eigenlijk al kenden. Voor de rest is er helemaal niks. En ik snap je, met die 20 items, dat klinkt heel veel. Maar letterlijk door alle seizoenen heen waren er 20 items, want constant werden dingen ook gevald. Dus ze zijn nu inderdaad weer helemaal teruggegaan naar season 1 met die fresh start. Maar het voelt niet aan als een fresh start. Het voelt echt aan als ze van... ze hebben gewoon letterlijk te weinig toegevoegd. Ja, ik weet het niet. Ik vind het niet heel vervelend. Het geeft wel echt weer die feeling terug die heel veel mensen ook zoeken. Hè? Naar het begin van Fortnite. Naar het begin, hoe het aan het begin was, laat maar zeggen. Ik snap die feeling inderdaad. Een beetje dat nostalgie en zo wat je wil terughalen. Maar ja, dat is gewoon... Tenminste, de mensen die ik spreek, die vinden het allemaal trash. Die vinden het niet fijn. Die willen gewoon lekker veel items. En de items die erin zaten waren ook zo ontzettend chill. Op dit moment, als je gaat kijken naar... Kom ik weer op het trucje mobility terug. Er is gewoon helemaal niks. Letterlijk geen enkel item is mobility. Like, what the hell? Nee, maar ik verwacht wel dat dit gaat veranderen. Er is bijvoorbeeld een soort van racetrack in de map. En daarbij staan nu nog, hoe noem je dat, maaimachines, noem je dat? Ja, gasmaaiers, sorry. Die staan daar, maar je kan er nu natuurlijk nog niks mee. Maar ik verwacht wel dat daar straks of misschien wel gebruikbare gasmaaiers komen. Of er komt een andere mobility item, net als dat we dat zagen in seizoen 3 volgens mij, of seizoen 4, met dus de shopping carts. Dus ik denk dat ze een beetje hetzelfde willen gaan doen met mobility. Ze gaan langzamerhand steeds meer iets toevoegen, zodat de mensen weer langzamerhand ook weer aan kunnen wennen. Ik snap je wel. Ik snap mensen wel die zeggen, ik wil meer mobility. Ik kan me het heel goed voorstellen, want dat is nou echt... snipers zijn nu echt best wel heel erg sterk. Het is letterlijk, de games zijn nu heel saai. Letterlijk, ik heb zoveel games nu... niet zoveel, maar redelijk wat games gespeeld. Het is constant in het begin fight en daarna loop je de hele tijd rond zonder dat je iemand tegenkomt. Gewoon, dit is zo boring. Like, in het begin is leuk en aan het einde is leuk. En ertussenin, het grootste gedeelte van een game, is het zo saai. Je haalt geen 30 bombs meer in duo's en zo, wat wel mogelijk was. Nu moet je blij zijn als je 10 kills hebt in totaal. Moet je blij zijn. En ik vind dat toch wel een beetje saai. Dan wil ik daar nog eventjes een dingetje aan toevoegen. Ik bedoel, we zijn toch bezig met playstyle en zo nu. Bots. Bots, echt holy damn. Fortnite, haal de bots uit de game. I mean, iedereen wordt er gek van. Letterlijk, ook slechte spelers worden er zelfs gek van. Omdat ze zo slecht zijn. Ze zijn zo next level slecht. En in elk potje zit vol met bots. En dan denk je van, oh, leuke player. Nee, weer een bot. En dan is er van, laat maar, laten we hier weggaan. Want het is gewoon niet leuk om te killen. Ben ik compleet mee oneens.
Okay. Moet ik heel eerlijk toegeven. Ik zal uitleggen waarom. Okay. Bots zijn, ik ben met je eens dat ze kut zijn nu. Dat ze echt veel te slecht zijn. Yeah. Maar dat valt te fixen. Ze kunnen, weet ik zeker, verbeterd worden. Ik weet zeker dat ze zo geprogrammeerd kunnen worden dat ze uiteindelijk zelfs misschien wel 90's kunnen cranken. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Maar bots is wel de oplossing voor de skill gap die er toch daadwerkelijk is. Je moet je voorstellen, een 9-jarig kind die Fortnite wil gaan spelen, ook al mag hij dan niet eigenlijk, maar hij doet het toch. En die komt tegen alleen maar pros. Die kwam eerst alleen maar pros tegen en nu bots. Dus eerst was het heel erg stom voor hem en nu is het heel veel leuker voor hem. En ik ben van mening dat als je niet tegen bots wil, dat kan nog steeds, maar dan moet je in arena spelen. Dat is de overweging die je moet maken. Dat is heel leuk en aardig allemaal, maar als ik duo arenas wil doen, dat kan niet. Dus ja, daar heb ik natuurlijk heb ik daarover nagedacht. Ja, ik wil inderdaad arenas. Is er niet. Je hebt dat niet. Je hebt of squads, of een keer solo, af en toe duo, af en toe trio. Nee, ik snap je. Dat is niet echt een oplossing. Op dit moment, bots zijn zo trash, moeten ze eruit halen. En moeten ze dat. Volgens mij is dat gemaakt door iemand daar die er een weekje heeft gewerkt. Heeft dat echt snel geprogrammeerd, dat erin gedouwd. Zo van, ja, het werkt. Ja, natuurlijk, een bot kan een deur. Oh nee, die kan niet eens een deur openmaken. Nee, hij kan geen deur openmaken. Het is trash. Het ding is zo slecht. Waarom hebben ze dat er nu al in gedaan? Echt zo van, oh, we hebben tijdsnood. Dus we hebben het alvast in de game gedaan, omdat we dat hebben beloofd. Maar ja, het is veel te vroeg toegevoegd. Ze hadden dat niet moeten doen. En op dit moment krijgt spelers zoals wij ook, jij waarschijnlijk ook die kijkt, jullie krijgen bots in je potjes, terwijl we gewoon redelijk Fortnite kunnen spelen. Like, hoezo is dat zo? Dat slaat nergens op. Ja, maar ik denk dat ze bijvoorbeeld met matchmaking het ook beter kunnen doen. Dat mensen met een hogere matchmaking, want dat heb je ook in casual, solos, duos en squads, dat je ze daar gewoon minder tegenkomt. En volgens mij was dat ook het idee. Maar op dit moment is dat nog niet zo. Dus vind ik eigenlijk ook trash. Misschien voor echt hele, hele noobs. Dat die in het begin nog eventjes inderdaad gematchmaked worden met ook alleen maar bots. Maar daarna, ik bedoel matchmaking en zo, weet je wel. Dat je gematcht wordt met jouw rank. Daar is Arena al voor. Ja, nou ja. Ik denk dat het wel duidelijk is over bots. we moeten even afwachten wat ermee gaat gebeuren. Het moet sowieso veranderen. Dat is één ding wat zeker is. Zeker. Alleen wanneer en hoe, dat moeten we maar eventjes laten checken. Laten we doorgaan naar de Battle Pass. Wat vinden we van de Battle Pass? Ik kan daar heel erg kort over zijn. Oké, even jouw mening. Ik vind hem wel vet. Ik vind hem dope. Ik vind de skins leuk. Het is niet zo bijzonder. Het is misschien niet de vetste. Maar ik vind hem zeker weten goed. En hij ziet er tof uit. De tier 100 skin ziet er goed uit. Die bubble dude, ik weet even niet hoe die heet. Die is heel erg vet, die slime dude. Ja, ik vind hem leuk. Wat vind jij? In het begin dacht ik van, oh, dat is vet en zo, tier 100 skin. En nu denk ik van, trash, ja. Kan er wel tier 100 zijn. Ik vind de dingen die erin zitten helemaal niet bijzonder. Dus ze hebben niks nieuws gedaan eigenlijk. Nee. Ik vind twee skins vind ik echt wel vet. Twee skins, maar voor de rest vind ik, ja, dat is puur mening. Dus eigenlijk boeit het ook niet. Like, nee, als jij hem vet vindt, dan is het, daar gaat het om. Daar gaat het inderdaad om. En dan hebben we, mooi aansluitend, het nieuwe level systeem. We zijn natuurlijk van de tiers afgegaan. We hebben nou alleen nog maar levels. Wat vind je daarvan? Ik vind dat level systeem wel geinig aan de ene kant. Omdat je best snel en zo progress maakt en zo in de game nu. Veel sneller. Alleen ze moeten echt weggaan van al die meldingen in je scherm. Ik word er gek van. Kan je uitzetten volgens mij? Ja, kan dat? Ja, is een manier van. Moet je even googlen. Dan heb ik niks gezegd. Ja, maar het is niet makkelijk. Je moet het volgens mij iedere game weer uitzetten. Het is niet handig gemaakt. Ik snap je daarin. Het kan heel irritant werken. Maar over het algemeen vind ik het wel goed dat ze dit zo hebben gedaan. Ik vind het overzichtelijker ook. Ook voor nieuwe spelers is het overzichtelijker. Ik zelf vind het gewoon. Het ziet er gewoon leuk uit. Je had eerst altijd twee soorten level systemen. Dat was een beetje apart. Weet je wel. Je apart level en een battle pass. Like, mensen wisten niet goed hoe dat werkt. En nu is het eigenlijk gewoon één. Ja, het is nu gewoon goed. Ik denk dat we kort kunnen zijn. De middels zijn goed. Ze hebben nu de XP bij sommige dingen verviervoudigd. Dus het gaat ook niet meer heel traag, waar heel veel mensen over klaagden. Dus ik heb hier eigenlijk ook niet zoveel meer over te vertellen. Dan gaan we door naar iets wat minder is. De hype. Oei, de hype. We dachten allemaal dat inderdaad Fortnite weer terug was bij hoe het in season 3 en 4 was qua hype. Maar dat is weer flink achteruit gegaan. Sterker nog, Fortnite is misschien nog wel nu op dit moment. Misschien wel op het allerlaatste moment. Dus misschien wel. Het is echt. Fortnite, het klinkt hard en misschien wil je het niet aanhoren. Maar Fortnite is op dit moment
wel echt flink achteruit aan het gaan. Ik zeg niet dat het dying is, want de game is nog steeds gigantisch. Maar het is wel heel hard achteruit aan het gaan. Het is sowieso iets... Het is onverklaarbaar. Ik snap het eigenlijk niet. Ik heb het ook al gehad in die aparte video erover. Als je de video niet gezien hebt, klik even op het i'tje. Maar... Aan de ene kant snap ik het ook weer wel. Dat heeft echt voornamelijk te maken met de fun van de game. Op dit moment, de game is, vind ik persoonlijk niet echt fun. Laat zo zeggen, ik vond Season X leuker dan dit seizoen. Omdat daar al die mobility was en die 30 bombs en zo. Dat was zoveel leuker gewoon. En ook die driftboards en zo. Op dit moment is het zo basic... Dat ik denk van, kom op, die moeten ze echt snel aanpassen. Nou, ik heb dus, als ik persoonlijk kijk, nog nooit zoveel gespeeld in zo'n korte tijd Fortnite. Het is echt, ik vind het leukste seizoen ever, kan ik wel zeggen. Oké. Ik kan me dus persoonlijk niet in terugvinden. Wat ik me wel kan voorstellen is dat er, want ik weet bijna zo, ik heb geen cijfers, maar ik weet bijna zeker dat er wel meer spelers zijn nu dan dat het bijvoorbeeld in Season X was. Ja, dat denk ik ook wel. Dus dan is dat klopt niet vergeleken met dus de Google zoekresultaten. Maar wat ik denk is dat mensen gewoon lekker aan het spelen zijn, heel casual aan het spelen zijn en er valt niet zoveel om over te praten. Er valt niet zoveel op te zoeken. Want de missions zijn niet echt hyped. Sterker nog, ik hoor niemand over de missions. Nee. Maar je kan er wel vette dingen mee krijgen. Dus er is niet echt iets waarmee ze moeten gaan zoeken. En dat zie je ook op YouTube, dat veel YouTubers last hebben van minder views. Wij ook uiteraard. Maakt niet uit. Maar je ziet wel heel duidelijk dat mensen gewoon minder interesse in hebben. En dat vind ik niet. Dat klopt gewoon niet helemaal met de hoeveelheid spelers. Maar wie weet gaat dat veranderen. Maar laten we doorgaan naar wat we kunnen gaan verwachten. Wat kunnen we dit seizoen nog verwachten? Kunnen we überhaupt iets zeggen over de eerstvolgende update? Wat denk jij? Ja, dat kan wel. Ik denk dat we heus wel iets van mobility gaan krijgen. Ik denk dat we een nieuw wapen gaan krijgen. We krijgen natuurlijk map changes. Uiteraard, denk ik een klein beetje. Daarnaast gaan ze misschien al wel beginnen met iets waar we over kunnen hypen. Dus bijvoorbeeld een event over de bunker, weet je wel, met die ijzeren deuren. Misschien wel over inderdaad zo'n grote vus, The Legend of Craggy Cliffs. Bijvoorbeeld, of de vervuiling bij Slurpy Swamp. Of misschien wel die dam die doorbreekt. Of zo. Ja, dat kan ook. Dat soort dingen kunnen ze natuurlijk doen. Er zijn heel veel mogelijke dingen. Maar ik denk het meest voor de hand liggend is of die kraken, of dus die hele grote vis, hoe je het ook wil noemen. Of die bunker. Die bunker, ik zie er wel weinig mensen over praten. Maar het is wel echt een bunker die open gaat. Dat kan ik jullie vertellen. Ja, hij gaat wel iets mee gebeuren, hij gaat een keer open en er gaat iets mee gebeuren. Ja. En je hebt ook op die berg heb je zo'n aparte ruimte waar je niet in kan. Maar dat is heel duidelijke ruimte waar je vanaf die kant wel in zou kunnen. Ja. Dus ja, ik vind het qua je groot event. We moeten het even zien. Op dit moment is het een beetje lastig om te zeggen wat het gaat worden. Maar ik hoop dat het heel vet gaat worden. En ik denk het ook wel. Maar wat ik wel een klein beetje bang voor ben, is dat het eerste seizoen een beetje rustig zal gaan qua hype, qua events. Ik denk niet dat we nu moeten gaan verwachten dat we meteen weer een knaller van een event hebben. Denk het ook niet. Want dat hebben we net al gehad. En nu moeten we weer gaan opbouwen naar seizoen 20. Richting seizoen 20. En dan gaan we langzamerhand steeds meer hype krijgen. En uiteindelijk moet dat de knaller worden. Maar voordat dat zover is, zijn we denk ik wel weer 1,5 jaar verder. Ja, dat gaat te lang duren. Daar zijn van tevoren natuurlijk ieder seizoen wel iets gaande. Maar dit seizoen denk ik inderdaad niet iets heel erg groots. Eerlijk gezegd, omdat ze natuurlijk ook al heel erg veel werk hebben gestoken in de map en al die andere dingen. Dus ik weet niet of ze daar tijd genoeg voor hebben gehad. Dan als laatste, en dat is dat ze misschien wel iets compleet nieuws moeten doen om Fortnite ook weer een beetje, leven te maken. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze weer standaard patches gaan doen. Je ziet het nou al een beetje, hè? Dat we krijgen geen patch notes, het is allemaal een beetje geheimzinnig. Dus voor hetzelfde geld gaan we inderdaad iets krijgen waarvan wij niet weten wat het is. Ja, eventjes tussendoor, wat vind je ervan dat we geen patch notes meer krijgen? Dus dat we eigenlijk niet echt weten wat er gaande is? Het is zo kut. Ik was hier bezig met die video. Je moet je voorstellen, als er een update uitkomt. Ja, maar niet alleen video wijzen, gewoon letterlijk voor iedereen. Voor iedereen ook, maar om een beetje context te geven. Stel, ik maak een video, een update video, dan moet ik dat voorbereiden. En nu kan je gewoon niet zien wat er veranderd is. Je moet alles zelf uitzoeken. En ik weet vrijwel zeker dat ook het idee erachter is. Dat je zelf moet gaan ontdekken. Daarom hebben we ook geen patch notes van seizoen 11 en chapter 2 dus. Gewoon puur omdat je het zelf moet ontdekken. Maar ik vind het geen goede zaak. Ik hoop echt
dat er straks patch notes komen waar gewoon duidelijk in staat, dit is veranderd, dit is veranderd, dit is veranderd. En dan kunnen wij als creators kunnen dat natuurlijk goed gebruiken. Maar ook jullie, voor jullie is het ook heel fijn. Jullie kunnen dan ook gewoon zien van, joh, deze gun moet ik nu minder gebruiken misschien, omdat die minder damage doet. Nu weten we het niet. We weten niet of, we weten het nu wel, omdat we al een aantal weken verder zijn. Maar straks weten we misschien wel helemaal niet of de pump shotgun gebufft is, of dat de tech shotgun verslechterd is, of dat de rocket launcher een andere rarity krijgt. Dan moeten we eerst gaan zoeken. Wat vind jij ervan? Ja, dat gaat inderdaad. Dat, laten we zo zeggen, uiteindelijk weten we het wel, maar het gaat gewoon dagen duren, zeg maar. En ik vind het een zeer slechte zaak, omdat ze letterlijk nu eigenlijk minder communiceren met de community, wat zo belangrijk is. Letterlijk, ze laten niet meer weten wat er is veranderd. Eén voordeel heeft het, en dat is dat niet iedereen gelijk meer gaat zeiken en zo. Maar ja, dat kan ook een voordeel hebben voor Fortnite, dat ze weer in de picture komen te staan. Maar ja, het is gewoon, het is heel erg apart dat ze dit doen eigenlijk. Ik vind het geen slim besluit eigenlijk van hun. Ik zou het anders doen. Ik hoop stiekem dat ze gewoon de patch notes wel bij grote updates naar buiten gaan brengen. Achteraf, de update die we hebben gehad de vorige keer was niet heel groot. Was misschien ook niet heel veel benoemenswaardigs in. Er waren een aantal kleine dingetjes waar we later achter kwamen. Maar uiteindelijk waren er geen grote veranderingen. Dus vind ik het ook niet heel erg. Alright, laten we doorgaan naar het laatste. Ik denk dat het wel duidelijk is. Wat voor cijfer geven wij Chapter 2, Season 1, oftewel Season 11? Wat voor cijfer geven we die? Wat voor cijfer geef jij? Als ik heel persoonlijk ga kijken. Ja, dat en dan, moet ook. Dat ja, moet nee, ook. Maar naast dan de dingen wat andere mensen vinden. Dus echt wat ik vind. Ja, wat jij vindt. Dan ga ik hem een 9 geven. Want ik heb nog nooit zoveel plezier gehad. Ik heb zin om continu te spelen. Ik pak wins, maar ik verlies ook. Ik heb goede fights, maar ik vind ook bots. Daar kan je weer leuk mee kutten. Dat is ook grappig. Dus ik geef het overal denk ik een 9, misschien een 8,5. Ik hou hem op een 9. Ik hou hem positief, want die FPS is inmiddels ook gefixt. Dus ja, ik ben positief. Wat vind jij? FPS was heel lang niet gefixt. We hebben bots. Nee, maar nu, hè? Nu. Ja, maar wat ik tot nu toe ervan vind, ging het toch om? Ja, oké. Nou, zeg het maar. Tot nu toe? Ja, nee, in principe, als je de FPS is nu gefixt, snap je? Ja, weet ik, maar dat was heel lang niet gefixt. Dus ik heb het een week lang of twee weken niet echt nauwelijks echt heel erg kut gevonden. Dus FPS, we hebben bot, we hebben geen mobility, we hebben trash wapens. Nou ja, trash wapens, een beetje overdreven. Maar we hebben gewoon minder wapens en zo. Dus ik geef het een 4. Een 4? Ja, wel een nieuwe map, dus daarom hebben we een 4. Een 4. Ja, ja. Nou, Matthijs geeft een 4, ik geef een 9. Dat is 5 punten verschil. Dus dat is gemiddeld een... ik kan rekenen, hallo. Jij weet dat wel, jij bent heel goed te rekenen. Wat is gemiddeld een 4 en een 9? Ik weet niet wat je zei. Jongens, we gaan de video afsluiten. Druk eventjes op het duimpje omhoog als je deze video super nice vindt. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. En zakt er veel gevraagd. En dikke shout-out aan jou als je nu nog kijkt. Mensen, tot de volgende video en peace out. Ciao!